Misschien kunnen jullie tot hem doordringen. Hey. Hoe gaat het met je? Wat bedoelt Eisen? Ze wil dat ik een advocaat neem. Ja, uiteraard. Ja, Ludo heeft echt een heel goede gevonden. Die is over een uur hier. Ik hoef geen advocaat. Waarom niet? Waarom wel? Nou, om je straf zo laag mogelijk te houden. Helemaal vrij krijgen wordt moeilijk, ben ik bang. Maar er zijn toch genoeg verzachtende omstandigheden. Als ik de rest van mijn leven in de gevangenis moet blijven zitten, dan vind ik dat prima. Mijn leven was voorbij vanaf het moment dat Marieke gestorven is. En bovendien, ik heb een moord gepleegd. Ik zou het geen moord noemen. Nou, ik denk dat justitie daar anders over denkt. Maar de wet kent zoveel mogelijkheden voor interpretatie. Hoezo is jouw leven voorbij? Waar slaat het op? Ik heb er geen zin meer in. Ja, dat begrijp ik wel. En je kunt het je nu niet voorstellen, maar die zin die komt echt weer. En dan zit je in een cel en dan kun je er niets mee. Marieke had levenslust. Zij genoot. Totdat ze zichzelf niet meer herkende. En we hebben haar keuze moeten accepteren. Maar net als Marieke heb ik ook het recht om te beslissen wat er met mijn eigen leven gebeurt. Maar Marieke kon niets meer veranderen aan haar situatie. En jij nou? Denk je dat Marieke ooit voor euthanasie had gekozen als ze nog maar een sprankje hoop had gehad? Ik kies voor een leven in de gevangenis. Je weet niet waar je over praat. Jij al helemaal niet. Wat zou jij doen als je niet op deze manier uit je leven gerukt werd? Zou je vrolijk doorgaan? Nou, dat denk ik niet. Wat denk je dat Marieke hiervan zou vinden? Marieke is dood.